Kijk nog snel even de goede link op YouTube. Of op Instagram. Het gekke is dat YouTube hem nu nog niet pakt. Er zijn al wel 18 waiting, staat er. Waarom zie ik hem nu niet op ons eigen YouTube live kanaal? Waar zie jij, zag jij 18? Ja, als ik op mijn, naar het YouTube kanaal ging. Normaal gesproken views staan. Dan zag ik nu 18 waiting, of 18 waiting staan. Livestream offline, zegt hij wel. Hè? Ja, daarom. Gek. Zal je altijd zien, gisteren deed hij het gewoon. Ja, precies. Het is altijd leuk aan die nieuwe technologie uitproberen. Ja. Want hij geeft hier wel een link. Gek, want er staat wel gewoon live boven de beeld. Ja, maar dat is StreamYard en die streamt hem dan weer door naar... Even kijken, hoe gaan we dit oplossen? Zie je hem ook nog steeds op offline staan? Ja. Nee, nu staat hij online. Ja. Voor de mensen die al meekijken, we zijn nog een beetje met de techniek aan het worstelen, omdat mijn YouTube hier lijkt aan te geven dat we offline zijn. En we zijn even helder aan het krijgen of we daadwerkelijk al live zijn. En wellicht kan iemand die meekijkt eventjes in de chat aangeven of wij op dit moment op YouTube live zijn. Dat is even de houtje-touwtje oplossing, maar daar moeten we het voor vandaag eventjes nu mee doen. Zal ik even op mijn mobiel checken. Volgens mij zijn we nu live. Ja. Kijk, ik hoor ons. Maar de vraag is, heb je dan die link gevolgd die we in het bericht hebben gedeeld? Ja. Oké. Okay. Heel vreemd dat ik het dan... Ja. Nou, heel vreemd dat ik het dan niet zie. Maar het is 3 uur. Dus we gaan beginnen. Voor de live-kijkers, welkom. Welkom bij deze eerste VisiTalk livestream. Ja, we zijn live. Ik krijg inmiddels ook bevestigingen binnen. Dus dat is hartstikke mooi. Dat betekent dat we echt kunnen gaan beginnen. En geen VisiTalk begint zonder een echt intro. Dus daar begin ik mee voor... dat we echt helemaal van start gaan.
Nogmaals welkom dus bij deze VisiTalk speciale editie. Een speciaal welkom ook voor Pim de Moree. Je ziet hem al heel klein linksonder in beeld. Hij gaat vandaag de VisiTalk namens Corporate Rebels verzorgen. Voor we van start gaan, wij zitten in zelfquarantaine thuis. Maar stilzitten is wel het laatste wat we willen doen. En daarom deze speciale editie van de VisiTalks in livestream variant. Met vandaag dus Corporate Rebels. Ik heb Pim al toegezegd dat ik niet al te veel gras voor zijn voeten weg ga maaien. Dus ik ga het kort houden. Maar toch even als algemene introductie. In 2015, na de nodige desillusie in het werk, startte Pim de Moree en Joost Minnaar Corporate Rebels. En dat deden zij naar aanleiding... Je moet me zo meteen maar even corrigeren als ik dingen niet goed zeg, Pim. Dat deden ze naar aanleiding van... ze hebben een bucketlist opgesteld met organisaties, bedrijven... waar het naar hun gevoel beter ging, slimmer ging en vooral inspirerender. Nou, wij hadden de eer bij Visi om ook bezocht te worden door de Corporate Rebels. Maar ze zochten het niet alleen dicht bij huis. Ze hebben de halve wereld overgereisd. En dat heeft onder andere in een boek geresulteerd dat net gelanceerd is. En ik denk dat Pim daar jullie veel meer over kan vertellen dan ik. Dus ik ga graag het woord geven aan Pim de Moree. Welkom. Dankjewel, Gijs. Ja, sowieso leuk om hier te zijn. Tof om op deze manier in ieder geval nog bij te kunnen dragen aan de VisiTalks. Wat ik nu de komende 20 minuten zo'n beetje wil doen, is mensen meenemen in het Corporate Rebels verhaal. Dus eigenlijk waar je net, Gijs, een korte introductie in gaf. Om even te... mensen te laten zien waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. Maar voornamelijk ook wat voor bedrijven we hebben bezocht en wat we van die bedrijven hebben geleerd. En dat is eigenlijk om een beetje te vieren ook weer dat we afgelopen week ons boek hebben uitgebracht. In het Nederlands nu ook, een aantal twee maanden geleden al in het Engels en nu ook in het Nederlands ligt in de winkel. Dus daar zijn we blij mee en dat willen we graag nog even toelichten in onder andere deze VisiTalk. Blij mee te zijn en vooral ook blij om dit met Visi te kunnen doen. Want in zoektocht naar die inspirerende bedrijven van over de hele wereld was Visi een van die pioniers die we zijn tegengekomen die laten zien dat werken op een hele andere manier kan. En niet alleen kan, maar ook nog vaak het beter is voor zowel de mensen als voor het bedrijf zelf. En nog meer voorbeelden zoals Visi willen we nu even aanstippen om eens een idee te geven van die inspirerende, die bijzondere bedrijven die we de afgelopen jaren hebben bezocht. Mochten jullie vragen hebben, dan stel ze gerust in de chat of op wat voor manier die je nu tot je beschikking hebt dan ook. En dan gaan we die na de talk zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En dan zal Gijs weer aansluiten. Beginnend bij het begin. Zoals Gijs al zei, in 2015 hebben we besloten onze baan op te zeggen. En als ik het over we heb, dan heb ik het over Joost en mijzelf. Ondertussen is het team uitgebreid en zijn er veel meer rebels aangesloten om te helpen om werk leuker te maken. Maar het begon dus met Joost en mij. We zijn goede vrienden al sinds de middelbare school. Altijd goede vrienden gebleven. Wel andere studies gaan doen en in andere bedrijven terechtgekomen toen we onze eerste carrière stappen maakten. Maar daar toch wel redelijk snel achter gekomen dat de manieren waarop de bedrijven waar we toen in dienst waren werkten, dat absoluut niet de manier was waarop wij 40 jaar van onze carrière door wilden brengen. Dus nadat we daar zo'n 3 jaar allebei hebben gewerkt, Joost bij een groot Duits bedrijf genaamd Henkel. En hij werkte daar als nanotechnologist in Barcelona. En ikzelf bij Van der Landen, een bedrijf dat bagagesystemen maakt, onder andere voor luchthavens. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En na 3 jaar kwamen Joost en ik eigenlijk tot dezelfde conclusie, dat de manier van werken binnen die bedrijven gewoon niet inspirerend genoeg was. En bol stond van de kinderachtige maniertjes en de kinderachtige systemen. Waarvan wij het idee hadden dat ze achterhaald waren. En dat er iets in moest veranderen. En dat het ook wel echt beter zou moeten kunnen. Voordat we daarop ingaan wil ik je eerst even laten zien wat ons startpunt was. Dus zoals al gezegd was het echt, Corporate Rebels echt ontstaan vanuit een gedeelde frustratie over hoe werk niet moet zijn. En dan heb ik het over het feit dat er een baas op kantoor zitten vertellen wat je moet doen. Of dat je netjes van 9 tot 5 binnen moet zijn. Omdat gedacht wordt dat als je dat doet, dat je braaf en productief aan het werk bent. Dus geen enkele vrijheid over wanneer je werkt of waar je werkt. Ook wat bij mij zelf flink ontbrak, was het
gevoel aan iets nuttigs bij te dragen. Ze waren voornamelijk eigenlijk aan het werk om aandeelhouders zoveel mogelijk geld in de portemonnee te schuiven. En natuurlijk de bonus van de CEO binnen te halen. Maar uiteindelijk was het voor veel mensen die in die bedrijven werkten gewoon niet inspirerend om bij te dragen aan datgene wat de organisatie probeerde. Het ging alleen maar over zoveel mogelijk geld verdienen. En met dat idee zijn we toen gestopt en zijn we eens gaan duiken in hoe dat nu eigenlijk zit. Dus wat is de huidige staat van de werkplek? Want de frustratie die wij zelf ervaarden, dat is natuurlijk niet iets dat alleen wij ervaren. En we wisten dat al van het spreken met familie en vrienden en mensen om ons heen. Dat voor veel mensen helaas werk niet zo inspirerend is. En dat voor veel mensen de 40 uur per week die op kantoor of waar dan ook doorbrengt, niet de meest inspirerende tijd van ons leven is. En dat heel veel mensen wachten tot het weer weekend is om dan de dingen te gaan doen waar ze echt plezier uit halen. En voor ons kon dat niet langer zo zijn. Dus toen zijn we er verder in gaan duiken en wat onderzoeken erbij gehaald om eens te kijken, oké, hoe slecht is het nu eigenlijk gesteld met werk op het moment? Nou, dan kom je hele verontrustende onderzoeken tegen. Eentje daarvan is het onderzoek gedaan door Gallup. Die één keer in de 2-3 jaar honderdduizenden respondenten een aantal simpele vragen stelt om te achterhalen of mensen betrokken zijn bij hun werk of niet. En dan maken ze eigenlijk een indeling in 3 categorieën. Betrokken, niet betrokken en actief niet betrokken. En die laatste categorie is interessant. Actief niet betrokken, dat zijn de mensen die hebben zo'n frustratie op hun werk dat ze de boel gaan saboteren. Door bijvoorbeeld hun werk niet te doen wat ze zouden moeten doen. Of door zich ziek te melden terwijl ze dat niet zijn. Allemaal uitingen die laten zien dat ze niet tevreden op hun werk zitten. En dat ze dus niet betrokken zijn bij hun werk. Kijken naar die cijfers. Die zijn zeer verontrustend. 15% volgens Gallup van de wereldbevolking is betrokken op het werk. 67% is niet betrokken. Dus dat zijn de mensen die doen netjes wat er van ze gevraagd wordt. Maar zijn niet echt betrokken en gepassioneerd over het werk en de werkomgeving waar ze in zitten. En dan is er dus die 18% van actief niet betrokken mensen. De mensen die de boel saboteren omdat ze zo frustratie ervaren op de werkvloer. Nou, dat is pijnlijk om te zien en voor onszelf, wij zaten duidelijk, zeker op het einde van onze 3 jaar durende carrières daar, zeker in de actively disengaged groep, waarbij we absoluut niet tevreden waren over de werkomgeving waarin we zaten. Misschien goed om nog eens te benadrukken, het werk zelf dat we deden, was wel inspirerend. Dus de inhoud was tof, maar de manier waarop de organisatie om ons heen en om dat werk heen was gevormd, was absoluut niet motiverend. Dus dat is pijnlijk om te zien. Kijken naar nog wat andere dingen van hoe het werk momenteel is ingericht. Het aantal burn-outs. Onderzoek laat zien dat 23% van de medewerkers vaak of altijd burn-out symptomen ervaren. Dus bijna 1/4 van de mensen ervaren regelmatig of altijd burn-out symptomen. 44% af en toe en 33%, maar 1/3 heeft daar geen last van. Nog een duidelijk teken dat de manier waarop we werken blijkbaar voor heel veel mensen absoluut niet goed werkt. En als je kijkt naar wat voor nut voelen mensen eigenlijk bij het werk dat ze doen, dan geeft maar liefst 40% aan dat zij het idee hebben niet bij te dragen aan de samenleving met hun werk. Het kan zijn omdat ze bijvoorbeeld alleen maar bureaucratisch werk doen dat niet echt toegevoegde waarde heeft. Maar het kan ook zijn omdat ze in organisaties werken waarbij ze zich echt afvragen wat ze nou in godsnaam aan het doen zijn. Voor ons is dit eigenlijk de reden om dat te gaan veranderen. Om ervoor te zorgen dat werk wel iets wordt waar mensen geïnspireerd door raken. En dat werk wel iets is waar mensen met alle liefde naartoe gaan om hun talenten in te zetten. En om bij te dragen aan iets waar ze juist wel in geloven. Voor heel veel mensen is die persoonlijke motivatie niet voldoende. Die denken, nou ja, werk is nou eenmaal werk. Doe het 40 uur per week. Einde van de maand krijg je je salaris netjes gestort. Dus doe maar gewoon wat er van je gevraagd wordt. Zelfs voor die groep mensen is het interessant om te kijken naar betrokkenheid en motivatie op de werkvloer. Waarom? Nou, omdat het simpelweg ervoor zorgt dat mensen beter presteren en daardoor dus organisaties ook beter presteren. Dus als je kijkt naar hoe betrokkenheid samenhangt met een aantal uitkomsten van hoe je als bedrijf functioneert, zeg maar de bottom line, als je kijkt naar productiviteit en winst, die gaan omhoog wanneer mensen meer betrokken zijn op het werk. En tegelijkertijd is er een sterke negatieve correlatie met afwezigheid, het aantal ongelukken dat er gebeurt of het aantal fouten wat er wordt gemaakt. Kort samengevat, je hoeft echt die getallen niet helemaal te gaan onthouden.
Kort samengevat, er is een gigantisch probleem in hoe we werken. Blijkbaar zijn er verschillende indicatoren dat de manier waarop we werken absoluut niet goed is ingericht. En tegelijkertijd doet dat niet alleen pijn bij de mensen zelf, bij de werknemers, maar ook bij de organisaties. Want je ziet hoeveel je eigenlijk misloopt als je een organisatie hebt die grotendeels bestaat uit mensen die niet betrokken of actief niet betrokken zijn. Nou, dat is eigenlijk een beetje de basis waarop we Corporate Rebels zijn gestart. Met het idee, dit gaan we oplossen. En dit probleem willen we de wereld uit helpen. En zoals je hebt gezien in die vorige diagrammen, is het een flink probleem. Dus ik vrees ook dat we hier de komende jaren nog niet klaar mee zijn. Maar het is wel iets waar wij enthousiast van worden en waarvan we geloven dat als we hier aan bij kunnen dragen, dat we zelf de wereld weer een klein beetje mooier kunnen maken. De manier waarop we dat gedaan hebben, is misschien niet de meest standaard manier. Dus toen we in 2015 hierover aan het nadenken waren en onze frustratie naar elkaar aan het uiten waren, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we daar iets aan moesten gaan doen en dat we wilden leren hoe je werk anders kon organiseren. Maar aangezien we allebei iets heel anders gestudeerd hadden, wisten we er nog niet zoveel van het onderwerp. En dachten we, oké, als we hier iets van willen weten, waarom gaan we niet gewoon leren van de mensen die hier wel al iets van weten? Oftewel de organisaties die het al laten zien dat werk anders kan. Maar ook academici die dit onderwerp misschien al decennia lang onderzoeken. Wat is er in die academische wereld eigenlijk allemaal al bekend op het onderwerp werk leuker maken? Maar ook goeroes, schrijvers, mensen die ons iets konden laten zien over hoe je werk anders en beter kon inrichten. Nou, dat was de start van Corporate Rebels. En toen hebben we eigenlijk gezegd, we gaan een lijst opstellen met allerlei pioniers. Dus die bedrijven, die ondernemers, die CEO's, die academici. Mensen waarvan we willen leren hoe werk anders kan. Nou, en hier zie je die bucketlist in grafisch vormgegeven. Dus je ziet heel veel van die stipjes. Dat zijn eigenlijk alle pioniers die we de afgelopen jaren bezocht hebben. Dus dat is bijna over de hele wereld. Er zijn er ook nog genoeg die we nog willen bezoeken. Dus waar we van leren en waar we in de toekomst nog meer van willen leren. En in het begin 2016 hebben we simpelweg onze backpacks gepakt. En zijn we de wereld rond gaan reizen om bij al deze bedrijven langs te gaan. Om in de praktijk te zien, wat doen ze nou eigenlijk echt anders? Want het is leuk om de boeken erover te lezen, maar we wilden het echt met eigen ogen zien. Enerzijds omdat we vrij sceptisch zijn en we echt wilden zien wat er dan anders gebeurt. Maar anderzijds ook omdat we het fijn vinden om een praktisch inzicht te hebben in hoe werk anders kan. Geen moeilijk theoretisch gelul, maar vooral eigenlijk kijken naar, oké, wat kan er nou echt in de praktijk anders zijn voor mensen op de werkvloer? En juist ook de mensen aan de frontlinie. Nou, dus met dat idee is het gestart. Hier een klein idee van wie er zoal op die bucketlist staan. Er staan er nu zo'n 170 op, waarvan we er ruim 100 hebben bezocht. En dat is een continu proces. Dus elke keer als we nieuwe interessante bedrijven of pioniers tegenkomen, dan zetten we die op de lijst en proberen we die zo snel mogelijk te bezoeken. Je ziet er een aantal staan. Simon Sinek bijvoorbeeld, Tom Peters, Frederic Laloux. Dat zijn dan meer de goeroes van het lijstje. Het zijn personen die we bezocht hebben om eigenlijk op hun kennis voort te borduren. Daarnaast organisaties hier in Nederland, een prachtig voorbeeld van een vooruitstrevende organisatie, namelijk Buurtzorg. Waarbij ze laten zien dat je ook met 15.000 verplegers, wijkverplegers, zonder managementlagen kunt organiseren. Dat het niet alleen leidt tot meer tevredenheid, maar ook nog eens tot meer succes in de organisatie. Tegelijkertijd ook bedrijven waar je het misschien niet zo snel zou verwachten. Je ziet daar de naam Zhang Rumin staan. Dat is de CEO van een groot Chinees bedrijf. Een Chinees bedrijf wat koelkasten en wasmachines maakt. Het bedrijf heet Hire. En dat is een organisatie waar 70.000 mensen werken, ruim 70.000 mensen, met ontzettend weinig bureaucratie. Dus ze hebben daar de hele hiërarchie ook soort van afgeschaft. En die grote organisatie opgebroken in meer dan 4.000 kleine bedrijfjes, waar mensen een eigen leidinggevende kiezen. Gigantisch veel vrijheid hebben in hoe ze zelf de koers van hun klein bedrijfje bepalen. Ook winstdeling en dividendmogelijkheden hebben. Dus een compleet andere manier van tegen organiseren aankijken. Wat dus eigenlijk ook laat zien dat het niet alleen hier in Nederland kan gebeuren, maar dat het ook in Zuid-Amerika, in China, in Noord-Amerika, in Canada, in Australië. Overal hebben we eigenlijk voorbeelden gezien van organisaties die laten zien dat het anders kan dan de traditionele command and control structuur. Nou, dit was dus een beetje het idee. Dus we hadden een bucketlist. We hadden een lijst van heel veel mensen waarvan we wilden leren. En daarvan hebben we simpelweg gezegd, oké, die gaan we benaderen. Soms kwamen daar aardig wat stalkingspraktijken bij kijken om ze ook daadwerkelijk te pakken te krijgen.
Maar dat lukte aardig en we zijn continu eigenlijk nog steeds aan het leren en daarover publiceren we 2 keer per week op onze blog. Over bedrijven die laten zien dat het dus daadwerkelijk anders kan. En soms vinden we het ook fijn om bedrijven die het absoluut niet goed doen lekker af te zeiken. En te laten zien daarmee ook hoe werk vooral niet ingericht moet worden. En die zijn nu gebundeld in een boek. En dat boek is, net als veel van de dingen die we doen, gebaseerd op de 8 trends. En die wil ik kort eventjes doornemen om een idee te geven. Wat hebben we nou eigenlijk geleerd bij al die bezoeken? En die trends, voordat ik ze ga benoemen, het is belangrijk om te begrijpen dat die niet... dat is geen model. Het is geen oplossing voor elke organisatie om simpelweg deze 8 dingen in te gaan voeren en dan een gelukkige, blije organisatie te worden. Helaas werkt de praktijk iets ingewikkelder dan dat en gaat het er veel meer om welke dingen jij en je medewerkers willen aanpakken. Om vervolgens te kijken hoe je daar verandering in kan brengen. En niet zozeer de verhalen van iemand anders te geloven en direct al die zaken in de praktijk te brengen. Dus dat is een belangrijke disclaimer, hou die in gedachten ook als we door die 8 trends heen lopen. Oké, beginnend bij trend nummer 1. Wat zien we in die vooruitstrevende bedrijven? Aan de linkerkant zie je de focus van de meer traditionele organisaties. En aan de rechterkant zie je de focus van meer progressieve bedrijven. De eerste van winst naar purpose en values. Oftewel een hoger doel en duidelijke kernwaarden. En dat klinkt misschien een beetje fluffy. Maar de organisaties die we bezochten laten heel duidelijk zien. Veel daarvan in ieder geval laten heel duidelijk zien. Dat het niet zozeer gaat om alleen maar geld verdienen en continu meer kwartaalwinsten te draaien. Maar dat die organisaties zijn opgericht om iets groters te doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar visie zelf, om de financiële wereld duurzamer te maken. Zo zijn we bij gigantisch veel bedrijven geweest die geloven in iets groters dan zichzelf. En die ergens voor strijden met hun medewerkers, met hun klanten, met hun leveranciers om de wereld een beetje mooier te maken. En de mensen die daar werken, die voelen dus ook niet alleen dat ze een baan hebben, maar dat ze ook echt ergens met z'n allen voor aan het strijden zijn. Wat veel meer motivatie en betrokkenheid creëert in die organisaties. Een mooi voorbeeld daarvan is ook Patagonia, een kledingbedrijf en outdoor equipmentbedrijf, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Californië. En daar zijn we langs gegaan om te leren van wat ze daar daadwerkelijk anders doen dan traditionele bedrijven. En je ziet daar bijvoorbeeld dat ze continu weer het doel belangrijker vinden dan het korte termijn geld. En dat ze continu als ze een keuze moeten maken, kiezen voor dat doel. Wat in het geval van Patagonia is, duurzaam, een duurzame manier hun producten ontwikkelen. En bijdragen aan de wereld duurzamer maken. En dat zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat ze in de jaren 90 de meest winstgevende productlijnen hebben afgeschoten. Omdat die bestond uit vervuilend katoen. En die zijn ze gaan omzetten naar juist duurzamer katoen. Dat leidde tot een flinke dip in de winsten. Maar uiteindelijk wel het bijdroeg aan hun grotere doel. Nou, en zo zie je continu dat de organisatie niet alleen daarover praat. En daar mooie commercials voor maakt voor de buitenwereld. Maar dat ze daadwerkelijk het doel continu door hun acties boven de korte termijn winst stellen. Tweede trend is van hiërarchische piramides naar een netwerk van teams. Kortweg houdt dat in dat deze organisaties veelal afrekenen met de traditionele hiërarchische structuur. Waarbij je de CEO in de top van het bedrijf hebt zitten, dan flink wat managementlagen ertussenin en dan kom je uiteindelijk bij de mensen die het echte werk vaak doen. Die zijn dan ook nog vaak verdeeld in functionele afdelingen, waarbij de een bijvoorbeeld focust op sales, de ander moet dit uitvoeren en de ander moet producten daarvoor aanleveren. En iedereen focust zich voornamelijk eigenlijk op het optimaliseren van hun stukje van het werk. Maar niemand kijkt echt naar wat is nou het beste voor onze klanten om te doen. Dus deze vooruitstrevende organisaties die rekenen daar veelal mee af en die vormen zich in wat wij een netwerk van teamstructuur noemen. Waarbij je multidisciplinaire teams krijgt die vaak tussen de 10 en 15 personen bevatten. En die mogen gigantisch veel beslissingen eigenlijk zelf maken over hoe ze hun werk doen. En die hebben heel veel autonomie om zelf te bepalen, oké, wat is de beste manier om onze klanten te bedienen. Waarbij je dus heel erg afrekent met een gigantisch veel bureaucratie. En je mensen tegelijkertijd veel meer autonomie en vrijheid en ondernemerschap kunt geven in deze structuur. En dat zie je terug in die organisatie die ik net even aanhaalde, Hire, dat Chinese koelkastenbedrijf. Maar je ziet het ook in hele andere settings. Bijvoorbeeld een overheidsorganisatie in het noorden van Noord-Holland, Hollandse Kroon.
die ook een dergelijke structuur aanhangt. Je ziet het ook in advocatenkantoren, in consultancybedrijven, in productieomgevingen, allerlei verschillende organisaties, maar die wel op een soortgelijke manier zichzelf structureren. Derde trend is van directief leiderschap naar supportive leiderschap. Dus van bazen die vertellen wat je moet doen en hoe je je werk moet doen. Dus veel top-down besluiten. Juist naar een manier waarop managers of coaches of coördinatoren, hoe je ze dan ook wilt noemen, juist een team zo goed mogelijk ondersteunen. En echt dienend zijn aan waar het team op dat moment behoefte aan heeft. En soms zien we dit terug door zelfgekozen leiders binnen organisaties, waarbij teams dus zelf bepalen wie hun manager of hun leider is. Of zelfs organisaties waarbij er helemaal geen managers meer zijn en er coaches ontstaan die de organisatie of de teams ondersteunen die dat nodig hebben. Dus een compleet andere manier ook van leiderschap binnen deze organisaties. Trend nummer 4 is van plannen en voorspellen. Dus eigenlijk het idee hebben dat je de wereld, voor wat er bijvoorbeeld de komende jaar of 5 jaar gaat gebeuren, dat je die perfect kunt voorspellen. Deze organisaties geloven daar niet meer zo in, zeker nu dingen zo snel veranderen. En focussen zich in plaats daarvan op hoe kan ik zo snel mogelijk experimenteren, daarvan leren en op basis daarvan ook het pad aanpassen. Dus bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is een Zweedse bank, genaamd Handelsbanken. Die hebben 14.000 medewerkers. Zijn ook in Nederland gevestigd overigens. En die hebben geen jaarlijkse budgetteringsronde. Dus die zijn niet 2 maanden van het jaar bezig, zoals veel andere bedrijven, met het idee dat je kunt voorspellen wat er het volgende jaar gaat gebeuren. Om dan het jaar daarna erachter te komen dat het eigenlijk best wel lastig was om te voorspellen hoe de wereld zich gaat ontvouwen. Handelsbanken in plaats daarvan focust op korte termijn experimenten en zich continu aanpassen eigenlijk op basis van de nieuwste inzichten. Vijfde trend is van regels en controle naar vrijheid en vertrouwen. Dus hoe kun je zoveel mogelijk autonomie geven aan mensen en zoveel mogelijk vertrouwen geven aan mensen, zodat ze hun werk kunnen doen op de manier waarvan zij denken dat die goed is. Dus vaak werken we met professionals die goed opgeleid zijn of die al veel ervaring hebben in hun werk. Die hoef je echt niet te vertellen wat ze allemaal moeten doen of op wat voor manier ze dat moeten doen. Maar juist door die veel vrijheid en vertrouwen te geven, komen die mensen veel meer tot bloei. En dat zie je in allerlei soorten organisaties. En ik vind dat leuk om een persoonlijk voorbeeld daarvan te noemen. Ik werkte in, zoals ik al zei, een bedrijf wat bagagesystemen maakte onder andere. Dus ik moest vaak over de wereld vliegen om daar zaken te doen op die luchthavens. En dan kwam ik terug en dan moest ik de expense claims invullen. Dus voor al het geld wat ik had uitgegeven, wat ik privé had voorgeschoten, daarvoor moest ik in een Excel-sheet invullen of dat wel voldeed aan de regels en richtlijnen vanuit het bedrijf. Ja, het duurde lang voordat het ingevuld was. Dan moest dat naar mijn manager gestuurd worden voor goedkeuring. Dan moest dat daarna naar zijn manager gestuurd worden. En dan ging het, geloof het of niet, naar een aparte afdeling die alleen maar bonnetjes aan het checken was. Dus daar zaten mensen die fulltime aan het werk waren om ervoor te zorgen dat de rest van het bedrijf zich aan de regeltjes hield. Ja, dat duurde dan een paar maanden voordat je jezelf geïnvesteerde geld weer terug had. Dat kan ook anders. En je ziet dat vooruitstrevende bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Netflix, helemaal geen regels in hun travel policy hebben. Maar dat reisbeleid dat bestaat maar uit 1 zin. En dat is act in Netflix best interest. Oftewel, gebruik het geld alsof het je eigen geld is. Ga er verstandig mee om en we vertrouwen dat je dat op een verstandige manier doet. Denk jij dat je naar een duur hotel moet gaan om een belangrijke deal binnen te slepen? Doe dat dan. Maar als je ook denkt dat je hetzelfde resultaat kunt bereiken met minder geld, doe dat dan. En vertrouwen erop dat jullie volwassen mensen zijn, dat je prima fatsoenlijke besluiten kunt nemen. Die controle is niet alleen tijdsintensief, maar kost ook klauw met geld. Dus, dan kijkend naar de 6e trend. Van gecentraliseerde besluitvorming naar gedistribueerde besluitvorming. Dus hoe kun je besluitvorming zo ver mogelijk naar de frontlinie drukken, zodat de mensen daar dus de autonomie hebben en de besluitvormingsmogelijkheid hebben om snel te kunnen reageren op wat er bij hun klanten of leveranciers gebeurt. En dus niet moeten zorgen dat dat door allerlei managementlagen gaat, dat de bottleneck bovenin de organisatie komt te liggen en dat het vervolgens eindeloos duurt voordat de besluit uiteindelijk weer de frontlinie bereikt. Dus organisaties zijn actief op zoek naar manieren, bijvoorbeeld door het veranderen van besluitvormingsprocessen, om juist de frontlinie zoveel mogelijk eigenaarschap
en besluitvaardigheid te kunnen geven. De zevende trend is van geheimzinnigheid en dingen geheim houden en secrecy naar het radicaal transparant maken van bijna alle informatie binnen een organisatie. Zodat juist de mensen van op de hoogte zijn wat zich er afspeelt, hoe dingen eraan toe gaan en dan ook juist de beste beslissingen kunnen nemen. En sommige organisaties gaan hier heel ver in. Bijvoorbeeld het salaris volledig openbaar maken, de financiën van het hele bedrijf openbaar maken voor iedereen, zodat iedereen snapt hoe het eraan toe gaat. In Londen bezochten we UK TV, een televisieorganisatie die bijvoorbeeld ook alle performance reviews, dus alle beoordelingen van alle managers openbaar maakte, om ervoor te zorgen dat iedereen kon inzien waar slecht leiderschap zat en ze dat op die manier ook konden gaan aanpakken, om ervoor te zorgen dat iedereen een fatsoenlijke leider in die organisatie had. En dan de laatste van vaste taakomschrijvingen en functietitels naar talents en mastery. Dus wat vind je als persoon het prettigst om te doen? Waar ben je het best in? En hoe kun je dat zo goed mogelijk inzetten en continu ontwikkelen? En we hebben groot onderzoek in Nederland gedaan om te kijken hoe aanwezig zijn deze 8 trends nou eigenlijk in het Nederlandse bedrijfsleven. En pijnlijk genoeg zagen we daar dat 33% van de mensen aangeeft dat ze hun talenten goed kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk. Dat betekent dus dat er 67% van de mensen het gevoel hebben dat niet te kunnen doen. Dus er zit 2/3 van de mensen zit op hun werk de dingen te doen waar ze niet per se heel goed in zijn. Of waar ze in ieder geval niet hun belangrijkste talenten in kunnen zetten. Dat is dus niet alleen pijnlijk voor die mensen zelf, maar ook pijnlijk voor de organisaties. Want er is blijkbaar een gigantische hoeveelheid onbenut potentieel. Nou, samenvattend zijn dit de belangrijkste lessen. En het is nogmaals geen one size fits all oplossing. En je ziet dus ook dat sommige organisaties heel sterk zijn in een aantal van deze trends. En niet vergevorderd zijn op andere. En soms ook bewust voor kiezen om een aantal trends wel sterk in te zetten en andere minder sterk. Natuurlijk compleet afhankelijk van de mensen die in de organisatie werken. Wat voor soort industrie erin zit. En wat voor type organisatie je met elkaar beeld zijn. Dus dat gesprek is eigenlijk belangrijker dan nu al deze dingen gaan afvinken en ervoor zorgen dat je daarmee een vooruitstrevend bedrijf wordt. Om nog iets beter een beeld te geven, wil ik 1 voorbeeld van zo'n bedrijf geven om deze trends iets meer tot leven te laten komen nog. En een van mijn favoriete voorbeelden daarvan, van een van de bedrijven die we bezocht hebben, is de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Brussel, in België. Zoals als het ware het ministerie van Sociale Zekerheid in België. En Frank van Massenhoven die kwam daar in 2002, 2003 aan het roer. En die kwam daar in een ontzettend stoffige organisatie terecht. Dus toen we hem spraken tijdens een aantal van de bezoeken daar in Brussel, vertelde hij ons over hoe de boel daar op dat moment was. En hij gaf aan dat het echt een typische bureaucratische overheidsorganisatie was. Waar mensen continu bezig waren met rapporten schrijven, met formulieren invullen en die door anderen laten checken. En er was nauwelijks motivatie. Mensen die wilden het liefst zo snel mogelijk weer naar huis toe, maar moesten wel braaf van 9 tot 5 binnen zitten. En hij had daar een gruwelijke hekel aan en is samen met die organisatie en samen met die medewerkers aan de slag gegaan om daar verandering in te brengen. Door continu eigenlijk de vraag aan die medewerkers te stellen, wat wil je anders zien? Wat frustreert je momenteel? Laten we dat in kaart brengen en als we dat in kaart brengen, dan gaan we daarmee aan de slag en gaan we gewoon experimenten opzetten om te kijken of we een andere manier van werken kunnen implementeren. En het interessante was dat hij dat niet heeft gezegd tegen zijn baas, wat de minister van Sociale Zekerheid daar was in België. Hij zei dat als ze dat gaan doen, dan wordt het waarschijnlijk gelijk de kop ingedrukt. Laten we eerst maar eens gaan experimenteren en het binnen de organisatie houden. Als het succes heeft, dan gaan we erover communiceren, want dan is er waarschijnlijk geen weg meer terug. Dus zo begonnen ze eraan. En in de afgelopen 10, 15 jaar zijn ze daar steeds radicaler geworden in de manier waarop ze werken. Dus waar het eerst stoffig, bureaucratisch, heel strikt was allemaal, is het nu een van de meest vrije organisaties die wij bezocht hebben. Waar de ambtenaren zelf kunnen bepalen waar ze werken, wanneer ze werken, met wie ze werken en zelfs ook hoeveel uren in de week ze werken. Dus hoewel ze daar bijna allemaal fulltime contract hebben, wordt niks bijgehouden en mogen ze zelf eigenlijk bedenken, oké, als ik deze week wat meer uren wil draaien om een resultaat te behalen, dan doe ik dat. Maar als ik na de helft van de tijd al klaar ben en al mijn resultaten behaald heb, ga dan lekker naar huis toe en ga andere dingen doen dan het werk wat je dus al hebt afgerond. Dus niet meer kijkend ouderwets naar, je moet netjes van 9 tot 5 achter je bureautje zitten en dan ben je productief.
Maar juist kijken naar, zorg dat je resultaten er zijn. Zoek zelf lekker uit hoe je die wilt behalen met je teamleden. Als je die behaalt, dan is het prima en maakt het ons niet zo heel veel uit hoe je als medewerker dat voor elkaar krijgt. Oftewel, gigantische hoeveelheid vrijheid en vertrouwen in de organisatie. Dat mensen zelf prima kunnen bepalen hoe ze hun werk het beste doen. En dat is nogal tegenstrijdig met wat we nu ook heel veel zien in traditionele bedrijven. Nu iedereen de stap aan het maken is naar thuiswerken. Gedwongen de stap moet maken naar thuiswerken. Zien we dat heel veel organisaties nog steeds ontzettend weinig vertrouwen hebben in hun medewerkers. En op allerlei manieren krampachtig proberen die controle vast te houden. Zo, en dit is een ontzettend pijnlijk voorbeeld, maar zo zien we nu bijvoorbeeld dat bedrijven die zogenaamde spy software maken. De software waarbij je kunt kijken waar een medewerker mee aan de slag aan het gaan is, wat hij voor werk aan het doen is, of hij wel aan het werk is. Bijvoorbeeld elke 5 minuten een screenshot van je scherm maken. Of die bijhouden welke woorden je intypt. En als daar woorden bij zitten waar mensen, waar je manager van heeft ingevoerd dat hij daar een seintje van wil krijgen. Dan krijg je bijvoorbeeld een seintje als je op job search aan het zoeken bent. Dus allerlei manieren om nog krampachtig te proberen mensen te controleren. Terwijl dat absoluut niet nodig is. En juist leidt tot veel meer frustratie, veel meer burn-outs en dat soort zaken op het werk. Nou, en Frank van Massenhoven en het FOD hebben laten zien dat dat dus wel daadwerkelijk anders kan. En is een van die voorbeelden van die vooruitstrevende bedrijven die we hebben bezocht, die laten zien dat het werk toch echt wel radicaal anders kan zijn. Kijken naar een aantal van die resultaten, van wat het hun heeft opgeleverd. Want zoals ik al zei, het is leuk voor de mensen zelf, maar levert het ook de organisaties iets op. Dus naast dat de mensen veel gelukkiger zijn in die nieuwere werkomgeving, zie je ook dat de productiviteit voor meer dan 10 jaar al met minimaal 10% is gestegen. En dat het dus juist ook voor de resultaten die ze met elkaar bereiken veel beter is geweest. Voordat ze aan de transformatie begonnen, hadden ze gigantische problemen met het hoeveelheid ziekteverzuim. En nu hebben ze het laagste ziekteverzuim van alle organisaties in België. Voordat ze aan de transformatie begonnen wilden, reageerden de 3 mensen gemiddeld op een vacature die ze uitschreven. En na de transformatie waren dat er 57. Dus je ziet ook wat het doet als je het aantrekken van talenten belangrijk vindt, als je goede mensen in je organisatie wil hebben. Als mensen dus zien dat je heel anders werkt en dat je op een vrijere manier werkt, kan dat dus ook leiden tot veel meer interesse van mensen om bij jou te komen werken. Simpelweg omdat ze weten dat je een goede werkgever bent. Voor de transformatie begon wilde zo'n 18% van de ambtenaren werken voor dit ministerie. Nu is dat 92%. Waarbij dus ook laat zien nogmaals dat mensen graag bij zo'n soort organisatie willen werken. En dan is er nog een interessant iets. Is zeker iets wat natuurlijk helemaal belangrijk is in deze tijd. Is om een goede balans te hebben in je organisatie tussen mannen en vrouwen. Nou, en zij hebben de Gender Balanced Organization Award gewonnen. Interessant genoeg, zonder ook maar een enkele gender policy of genderbeleid in de organisatie te hebben. En dit is een interessante, want we denken vaak dat we problemen moeten oplossen door nieuwe regeltjes te bedenken. Maar Frank van Massenhoven laat zien, en heel veel andere organisaties laten zien, dat als je de omstandigheden en de faciliteiten zo inricht, dat mensen zelf hun werk kunnen inrichten, zodat het beste bij hen past, dan komt de rest eigenlijk vanzelf wel goed. Of het nou om resultaten gaat, maar ook bijvoorbeeld om een goede balans tussen man en vrouw in de organisatie. En het feit dat mensen zelf kunnen bepalen bij de FOD waar en wanneer ze werken, en dat dus ook om hun privéleven heen kunnen organiseren, laat dus zien dat dat ook leidt voor het feit dat veel meer vrouwen gepromoveerd worden, dat er veel betere balans is binnen de organisatie. En dat we dus een hoop van de problemen waar we in traditionele organisaties tegenaan lopen, daarmee uit de weg kunnen halen. Nou, een van de voorbeelden dus van bedrijven die laten zien dat werk compleet anders kan zijn. Met veel meer vrijheid, veel meer vertrouwen. En op het moment zijn ze ook veel meer bezig nog met hiërarchie afschaffen. Zo is een groot deel van deze organisatie zelfsturend geworden. Waarbij de resultaten nogmaals beter zijn geworden. Dus continu zijn ze nog aan het evalueren en kijken hoe ze nu nog verder kunnen gaan in de beste werkplek worden die ze kunnen zijn. Nou, laatste gedeelte van wat ik wil delen is nog een klein beetje terugpakkend op het Corporate Rebels verhaal. Dus in januari 2016 begonnen we. Dus we zijn nu ruim 4 jaar bezig. Dat begon in januari 2016
Met een vrij lege wereldkaart. Als je dit zou nemen als de beweging die we op gang wilden brengen, dan zie je daar een hele kleine dot in Nederland staan. Nou, dat was eigenlijk het beginpunt. Dat zijn voornamelijk onze familie en vrienden geweest. De eerste mensen die de blogs bekeken die we schreven. Gelukkig hebben ook niet al te veel mensen die gezien, want die waren van best slechte kwaliteit. Gelukkig over tijd is dat steeds verder uitgebreid. En de beweging die we op willen zetten begint steeds meer vorm te krijgen. Met mensen van over de hele wereld die zich aansluiten bij Corporate Rebels, bij de community, om hun kennis te delen, om in organisaties verandering teweeg te brengen en om met elkaar te verbinden om echt voor te zorgen dat er wereldwijd een revolutie op het werk komt. Gelukkig zijn we dus lang niet de enigen die hierin geïnteresseerd zijn. Tegelijkertijd zijn er veel te weinig bedrijven nog die op deze manier werken. Want zelfs na 4 jaar zoeken en de wereld rondreizen hebben we er pas net iets meer dan 100 bezocht. Dat is dus best pijnlijk nog steeds. En er zijn nog gigantisch veel organisaties. Ook kijken naar die slechte cijfers die we in het begin lieten zien. Dat er zijn nog genoeg organisaties die flink wat moeten veranderen. Dus daar blijven we voor strijden. En met de tienduizenden mensen over de hele wereld proberen we dat samen te doen. Om continu meer momentum te krijgen en steeds meer mensen aan deze beweging toe te voegen. Zodat we organisaties en de manier waarop we werken radicaal anders kunnen gaan doen. Nou, we hopen dat het boek daar een klein beetje in bijdraagt. Zoals gezegd, vorige week of 2 weken geleden alweer is dat boek uitgekomen. Ligt nu in de winkel in Nederland. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Het komende jaar gaat het ook nog in het Frans, Pools, Russisch en Duits uitkomen. En begin volgend jaar waarschijnlijk ook in het Chinees. Dus dat is heel tof. Er is blijkbaar heel veel vraag naar dit soort manieren van werken. En we willen daarom ook iedereen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij die beweging. De wereld is drastisch op zoek naar meer rebellen. Meer mensen die zich afzetten tegen de manier waarop we nu werken. Meer organisaties die laten zien dat werk beter en humaner kan. En daarmee kunnen we hopelijk over niet al te lange tijd een flinke impact hebben in hoe bedrijven hun werk organiseren. Dus voor iedereen die nu zit te kijken, sluit je hierbij aan. Ga naar onze website corporatewebbels.com/join. Daar staan allerlei manieren waarop je bij die beweging kunt aansluiten. Want met hoe meer mensen we zijn, hoe meer impact we kunnen hebben. Dankjewel voor je tijd. Kom maar door met de vragen. Dan gaan Gijs en ik die nu zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Yes, ik ben er weer. Dankjewel Pim voor je enerverende verhaal. Allereerste vraag die ik zelf heb. Wat is eigenlijk Corporate Rebels in het Chinees? Ja, ik zou het echt begon niet weten. Maar ik kan voor je opzoeken. Oké. Nou, gelukkig zijn er ook mensen die meer inhoudelijke vragen hebben dan ik. Zoals bijvoorbeeld Jeroen. Die vraagt, hebben jullie in je onderzoek ook aandacht besteed aan de mogelijke generatiekloof tussen millennials en oudere werknemers? Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar hebben we zeker onderzoek naar gedaan. Vooral omdat je er veel vooroordelen over hoort. Maar we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat allemaal complete onzin is. En dat wat mensen van het werk willen en waar mensen door gemotiveerd raken, dat dat universeel is. Of je nou in China woont of in Zuid-Amerika woont of waar dan ook. En ook welke generatie je toe behoort. Of je nou een babyboomer bent of een zogenaamde millennial generation Z. Wat mensen zoeken in het werk, dus als je kijkt naar een nobel doel of een hoger doel, autonomie, vrijheid en het continu kunnen ontwikkelen. Dat zijn elementen die iedereen motiveert op het werk. Dus daar zit eigenlijk geen verschil in. En dus ook gewoon onderzoek, genoeg wetenschappelijk onderzoek wat aantoont dat de verschillen tussen generaties op het werk complete onzin zijn. Tegelijkertijd zijn er genoeg generatiegoeroes die hierop in willen spelen en daar allerlei theorieën over schrijven en boeken over schrijven, maar wetenschappelijk gezien is het complete onzin. Waar wel verschil in zit, en dat hebben we wel gezien ook in de praktijkbezoeken die we hebben gedaan, is dat de verwachtingen vaak wel verschillend zijn. Dus jonge mensen die net klaar zijn met studeren en die in zo'n bedrijf, bijvoorbeeld, was ook een van de conclusies van Frank van Massenhoven in Brussel. Hij zei ook van ja, de mensen die net uit de studiebanken komen, die vinden deze nieuwe manier van werken eigenlijk heel normaal. Dus die zijn gewend aan vrijheid, het feit dat ze lekker zelf kunnen bepalen wanneer ze hun werk doen. En zij, die verwachtingen die zijn dus, die sluiten daar heel goed bij aan. Tegelijkertijd de mensen die al 30 jaar voor die organisatie werkten, die moesten echt flink omschakelen. Want die hadden hun verwachting van werk was het, dat je netjes van 9 tot 5 toe ging. Dat er een baas zat die je vertelde wat je moest doen. En die waren er zo gewend aan geraakt,
dat zij het veel verbaasd eigenlijk waren dat die nieuwe manier van werken zo goed aansloeg. En die waren uiteindelijk dus ook blijer dan de mensen die net in de organisatie kwamen werken. Dus je ziet in verwachtingen wel verschillen, maar in wat mensen echt zoeken in werken, waar ze gemotiveerd door raken, daar zit geen verschil. Ja. Is dat misschien ook een lijntje naar waarom mensen, want een andere vraag van Jacob is, hij vraagt zich af, hoe komt het, denk je, dat mensen, als je het hebt over anders organiseren of een nieuwe manier van werken, dat mensen of radicaal voor zijn, de echte believers, of radicaal tegen, zie je wel, het mislukt. Heeft dat ook met die verwachtingen te maken, of? Ik denk dat vooral, kijk, ik denk dat er altijd heel veel mensen klaar zullen staan dat als het fout gaat, om het dan gelijk neer te sabelen. En ik denk dat die mensen ook zeker nuttig zijn, omdat ze, het is ook allemaal geen hosanna natuurlijk. En het is niet zo dat als je progressiever werkt, dat alles helemaal geweldig gaat en dat die organisaties een soort fata morgana zijn. Mm-hmm. Een soort utopie zijn. Dat is gewoon niet zo. En ook die organisaties hebben allemaal een uitdaging en moeten continu bezig zijn om beter te worden. Maar ja, ik denk dat het goed is dat een aantal mensen kritisch op zijn. Ik denk wel dat er heel veel mensen zo gewend zijn aan werken op een bepaalde manier doen. Dat ze daardoor niet in kunnen zien of kunnen beseffen dat het ook echt wel anders kan zijn. Ja. Dus het feit dat we mensen geen vrijheid durven te geven, is voor heel veel mensen best wel logisch. Terwijl dat eigenlijk, als je naar de rest van ons leven kijkt buiten werk, is dat compleet onlogisch natuurlijk. Oké, Mark Peter dan, die zegt, in de media is op dit moment veel aandacht voor bedrijven die nu het verkeerde voorbeeld geven in de coronacrisis. Je noemde zelf dat voorbeeld van die spy software. Ik wist dat nog niet, echt shocking dat ook echt voorkomt. Maar heb je voorbeelden van de andere kant, dus positieve voorbeelden, misschien wel van jullie bucketlist, van bedrijven die juist nu het goede voorbeeld geven? Ja. Toevallig vorige week een blog nog over geschreven over bedrijven, aantal bedrijven die het goed doen en die absoluut niet goed mee omgaan. En dan zie je toch ook wel mooi dat een crisis wel echt mensen forceert om hun ware karakter te laten zien, te tonen. Een van de voorbeelden is het bedrijf Gravity Payments, dat bij ons op de bucketlist staat. Een Seattle gebaseerd bedrijfje wat creditcard processing doet. En die hebben in 4 weken tijd zijn ze 50% van hun omzet verloren. En met 200 mensen die daar werkten, die moesten dus, moesten duidelijke consequenties aan verbonden worden. Alleen de CEO heeft gezegd van ja, ik wil dat niet doen door zomaar mensen te ontslaan en dan verder te gaan met de rest van de organisatie. Hij zei, ik wil eigenlijk het werk voor iedereen hier behouden, ondanks het feit dat we de helft van onze inkomsten verloren zijn. En toen heeft hij het gesprek geopend met zijn mensen en gezegd, oké, dit is de situatie, complete openheid van financiën gegeven. En gezegd, hier moeten we iets mee. We kunnen niet op deze manier door, want dan gaat het bedrijf failliet. Zijn we allemaal zonder baan? En toen heeft hij gezegd, ga hier eens even over nadenken. Hebben ze 1-op-1 gesprekken met iedereen gehad om ideeën op te doen van wat kunnen we eigenlijk met elkaar hier aan doen? Mm-hmm. En toen heeft 98% van de medewerkers gezegd, wij willen graag een vrijwillige paycut, of een lager salaris hebben, om door die crisis heen te komen. Ja. Dus die ze hebben zelf besloten, 98% hebben besloten, we willen veel minder salaris krijgen om ervoor te zorgen dat mijn collega's hun baan kunnen behouden. Mm-hmm. Daar zie je dus, door dat gesprek aan te gaan, door mensen er zelf bij te betrekken en door openheid te geven, is dat je tot compleet andere conclusies kunt komen dan bedrijven die zomaar besluiten de helft van hun personeel op straat te zetten. Ja. En je kunt je voorstellen wat dat met de cultuur van zo'n bedrijf doet. Juist die spirit om er gezamenlijk wat van te maken, levert natuurlijk gigantisch veel op, ook in wat mensen voor je bedrijf over hebben. Ja. En zet dat maar eens af tegen zomaar 50% van je mensen ontslaan. Ja. En hopen dat de rest gemotiveerd blijft om door te gaan. Ja. Ja. Tom vraagt, wat moeten we nu met Richard Branson? Ja, dat weten we nog niet zo goed. Hij staat bij ons op de bucketlist, maar dat is nog een beetje onduidelijk hoe die hier omgaat. En ja, ik weet het niet. En dat vind ik altijd gevaarlijk om nu te zeggen. Want we hebben er zelf te weinig informatie nog van om daar goed een uitspraak over te kunnen doen. Mm-hmm. Maar het feit dat hij zegt dat ze mensen er zelf voor hebben gekozen, dus dan zou het wel anders zijn. Maar het lijkt er toch ook wel een beetje op dat hij 8 weken gewoon de mensen op straat heeft gezet tijdelijk. En ze niet doorbetaald. En daarna pas weer terugkomen. Terwijl hij juist bekend staat natuurlijk als de man die zegt, put your employees first. Ja. En customer second. Dus dat gaat denk ik ook zijn ware karakter laten zien. Ja. Ja. Een vraag van Bas dan. Zie je ook purpose-driven organisaties veranderen naar profit-driven organisaties? Of vanzelf organisatie naar hiërarchie? Dus juist de tegenstelde beweging maken. Ja, helaas zijn die er ook. Dus die enkele die het dan voor elkaar hebben gekregen, sommige daarvan die gaan simpelweg weer terug.
Soms gebeurt dat door een crisis. Andere momenten gebeurt dat door leiderschap dat wisselt. Waar bijvoorbeeld een nieuwe CEO komt die andere gedachten daarover heeft. Dus ja, dat zie je helaas genoeg ook gebeuren. Dus ik denk dat er ook veel meer onderzoek nog nodig is naar wat zijn nou de belangrijkste elementen van die ervoor zorgen dat organisaties weer terugschieten in oude tradities en oude gebruiken. Mm-hmm. Zodat we ook die kunnen voorkomen in de toekomst. Dat gebeurt helaas. Ik krijg ondertussen via de app ook een vraag binnen, dus ik kijk eventjes opzij. Veel voorbeelden die Pim geeft lijken van organisaties die from scratch zijn begonnen. Wat is een inspirerend voorbeeld van een transformatie binnen een bestaande organisatie? Wat is dan de succesfactor? Vraag van Chris. Ja, dat is niet helemaal waar, want het voorbeeld wat ik net noemde, bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zekerheid, is ook getransformeerd. Mm-hmm. Ik denk dat als je een percentage aan zou moeten hangen, dat het ongeveer 60-40 is. Dus 60% van de bedrijven zijn zo begonnen en 40% van degenen die hem bezocht hebben dan zijn getransformeerd. Hoe ze dat doen is compleet verschillend. Sommigen besluiten echt om in één keer all-in te gaan. Bijvoorbeeld het Chinese bedrijf Haier, wat van echt traditioneel en hiërarchisch naar heel vooruitstrevend is gegaan. Mm-hmm. Die hebben 10.000 middelmanagers ontslagen en hebben echt het roer radicaal omgegooid. Ja, dat is niet iets wat je op heel veel plekken ter wereld kunt doen, überhaupt, of mag doen. En ook zeker niet iets wat je in heel veel organisaties wil doen. Anderen kiezen ervoor om binnen een afdeling te beginnen, die als soort van guinea pig te gebruiken, of een laboratoriumrat te gebruiken, daarop te testen. En als het in één afdeling werkt, dan te kijken of je meer afdelingen naar die manier van werken kunt brengen. Mm-hmm. Dus het is lastig om daar één ding aan te koppelen. Ik denk wat het belangrijkste is, wat ik ook tijdens de presentatie noemde, is dat organisaties in gesprek gaan met hun medewerkers. Dus niet zomaar bedenken met een clubje consultants of door de top van het bedrijf iets bedenken en dat door de organisatie heen duwen. Want dan ga je voorbij aan het hele principe van mensen erbij betrekken. En juist ook in die transformatie zien we dat veel bedrijven ervoor kiezen om samen met de mensen te veranderen. En niet de verandering door het bedrijf heen te duwen. Ja. Ik weet niet hoe lang je eigenlijk hebt. Maar ik heb nog wel even. Ja, de vragen die blijven binnenkomen. Dus we gaan gewoon even door. Lieke, die zegt super herkenbare informatie. Nou, dat denk ik dat iedereen dat kan beamen. Ze gelooft heel erg in het aansluiten bij de revolutie. Maar ook juist in spreading the word in organisaties waar het gros nog niet wil of kan. Wat doen jullie daarmee? Volgens mij is dit gewoon een uitnodiging, Pim. Ja, nee, niet zoveel juist. Nee, die moet ik dan afslaan. Want ik geloof niet dat in het feit dat we mensen moeten gaan zitten overtuigen dat dit de beste manier van werken is. Ik geloof veel meer in de verhalen vertellen, laten zien dat het anders kan. De mensen die daarop afkomen, zijn automatisch geïnteresseerder om hier iets mee te doen. Mm-hmm. En ik zou juist daarmee aan de slag willen gaan om ervoor te zorgen dat de verandering daar ontstaat. En dat hoe meer mensen je erbij kunt betrekken, hoe meer momentum je creëert om ook die anderen te overtuigen van het nut hiervan. Ja. Zelfs als je een revolutie wil ontketenen, dan zou ik ook niet in je eentje, als je dat in je eentje wil proberen, zou ik ook niet beginnen bij de grootste tegenstander. Ervan, maar dan zou ik juist mensen gaan zoeken die ook geloven in jouw visie en die zich daarbij aan willen sluiten. En dat is meer de manier waarop wij dat willen realiseren. Denk gelijk aan het filmpje van de first follower. Ja, precies. Ja. Ja. Dan Jacob nog. Zit er verschil tussen profit en non-profit in jullie ervaringen, op jullie reis? Dat valt enigszins mee. En omdat soms zien we non-profits ook heel erg de traditionele kant opgaan. Zelfs dat soms het geld wel eigenlijk belangrijk blijkt te zijn dan het doel waar ze nou eigenlijk echt voor zijn opgericht. En je ziet dat ze ook in die andere elementen, die andere trends ook best wel traditioneel kunnen zijn. Tegelijkertijd zie je bij for-profits ook hele radicale bedrijven die juist wel heel veel van deze trends proberen te doen. Dus we zien daar eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen. En dan een laatste vraag van Roeland. Welke rol kunnen vakbonden spelen in het radicaal veranderen van ons werk? Ja, dat is wel een interessante vraag. In de bedrijven die we bezocht hebben en de transformatieverhalen die we hebben meegemaakt, daar zie je dat de vakbonden soms best wel verschillende rollen spelen. Sommigen zijn heel erg vooruitstrevend en willen echt bijdragen aan het progressiever maken van bedrijven, omdat ze geloven dat dat beter is voor de medewerkers. Andere bedrijven, bijvoorbeeld bij Semco in Nederland, natuurlijk een heel erg bekend voorbeeld van bedrijf wat op die manier werkt. Semco, Braziliaans productiebedrijf van Ricardo Semler, die daar de verandering naar heel vooruitstrevend werk heeft gemaakt. En daar zag je juist dat de vakbonden heel erg tegen deze verandering waren.
Omdat hij het heel erg wantrouwde. Die had het idee, elke verandering die er gemaakt wordt, wordt uiteindelijk alleen maar gemaakt voor de top van het bedrijf. Voor de eigenaren van het bedrijf. Dus die kunnen, je ziet dat ze hele verschillende rol spelen. En ook daarin gaat het weer om ze eigenlijk zoveel mogelijk erbij te proberen te betrekken. En ook onderdeel te laten zijn van die verandering. Want ook voor vakbonden is het soms een grote verandering. Dat werkgevers in één keer gaan zeggen, we willen zo goed mogelijk voor onze mensen zorgen. Simpelweg omdat het in heel veel bedrijven, traditionele bedrijven, nog niet gebeurt. Dus daar zijn die vakbonden echt aan het strijden. En als je bij een bedrijf komt wat echt medewerkers op één wilt zetten, ja, dan gaat het om veel meer een dialoog creëren en samen met die vakbonden en medewerkers samen die verandering maken. Ja. Oké. Okay. Nou, er waren heel wat vragen, dus er is goed meegekeken. Maar ik zie geen vraag meer binnenkomen. Dus dan kunnen wij denk ik gaan afronden. Wil ik jou nogmaals bedanken, Pim. Voor deze inspirerende visietalk. En ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken, want het ging net even over die goede voorbeelden in de media, om even de mensen die kijken nu de aandacht te vragen voor een initiatief dat wij vanuit Visie onder andere met Great Place to Work en een aantal andere organisaties zijn gestart. Juist omdat we heel erg geloven in dat goede voorbeeld in deze tijden van crisis. Wil je daar meer over weten en wil je je aansluiten als organisatie? Kijk dan even op wiezetjijopeen.nu. Nou, dat was even een eindboodschap in het kader van de huishoudelijke mededelingen. Nogmaals bedankt, Pim, voor jouw tijd en voor jouw inspirerende verhaal. En aan alle kijkers, dank voor jullie aandacht en voor jullie vragen. En wellicht tot de volgende talk. Tot kijk. Dankjewel.